In de huishoudelijke DNA-vergadering van vandaag is bekrachtigd dat de buitengewone vergadering voor de verkiezing van de president en vicepresident op 13 juli gehouden wordt. Dit zegt Deo Charman, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, in een telefonisch gesprek met onze nieuwsdienst. De huishoudelijke vergadering is tot 2 keer toe uitgesteld vanwege COVID-besmettingen van DNA-leden. Het volgende proces dat conform de wet moet plaatsvinden is volgens Charman de kandidaatstelling. Dit zal morgen en woensdag gebeuren. En dan krijg je donderdag de bekendmaking in de lokale dagbladen van wie de kandidaten zijn, welke lijsttrekkers zijn, etc. En dan moet je 3 dagen daar dus nog de tijd hebben voordat je die vergadering kan houden. Dus zo is beslist op 13 juli. Die vergadering wordt gehouden. Dat wordt een buitengewone openbare vergadering. De benodigde formulieren zijn vandaag ook nog goedgekeurd in de huishoudelijke vergadering. Dus leden hebben de kans om een voordracht te doen zoals de wet dat voorschrijft. Minimaal 7 mensen mogen het doen. En daartoe is de gelegenheid morgen en overmorgen steeds van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Verder haalt Charman aan dat de voorzitter van de DNA, Ronnie Brunswijk, op 13 juli, de datum van de buitengewone vergadering, naar alle waarschijnlijkheid weer beschikbaar zal zijn. Hij was er vandaag wel afwezig vanwege zijn conditie, dat weet u wel. Maar tegen die tijd, volgende week maandag, dan is hij niet meer in quarantaine, denk ik. En dan is hij beschikbaar. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Charman. Onze nieuwsdienst sprak hem over de huishoudelijke vergadering die vandaag is gehouden. De president en vicepresident worden op 13 juli in een buitengewone vergadering gekozen.